Machi, dat is een uh, hele lekkere vis die in Japan veel wordt gebruikt om een sashimi mee te maken. En uh, die wordt in Zeeland uh, gekweekt. En dan gaan we hier nu een mooie sashimi van uh, maken. Eerst beginnen we even met de decoratie. Ook voor de smaak. Dat is uh, rettig, of daikon in het Japans. Met de dunsnijder probeer je de dunschiller probeer je zo lang mogelijk uh, sliert ervan uh, te snijden. Best gaat het met een glaasje bier erbij. En de kunst is om het niet uh, kapot te maken. Ik uh, bereik mijn stond niet meer dan iets van uh, 20, 30 centimeter. Dan gaat het een keertje mis, maar dan heb je ook al behoorlijk wat. Het mooiste is als je een hele mooie jong hebt, want dan blijft hij stevig. Het wordt snel oud uh, dat komt. En dan eh, rol je de sliert op tot een eh, rolletje. En probeer zo strak mogelijk te doen. Je hebt een flink stuk eh, rettig, dus je kan het eh, meerdere keer proberen. En als je dat rolletje hebt, leg die neer. Dan pak je een eh, lang mes. En dan maak je een enkele snijders, Snij er dan hele dunne sliertjes van. Snijd langs je nagels, zodat je vingers niet in komt. En die losse dingen die haal je een beetje uit elkaar. En dan heb je een mooie garnering voor zo direct om erbij te liggen. Maak een sausje en noemen we het wasabi. Dat uh, komt eigenlijk is van de Wasabi-wortel. Maar in werkelijkheid is het gewoon vaak mirix wortel Met een beetje groen erbij. En dan eh, wat sojasaus. Echte wasabi is hartstikke duur. En wat je meestal krijgt, dat smierig wordt, want dat is een stuk goedkoper. Het klop je op. En dan heb je zo'n lekker saus om het in te dippen. Die kan je ook gebruiken voor de kokkies Nu, de die zit in het midden, daarbij onder mijn vinger. Dus ik snijd nu even langs de gratie aan de ene kant. En aan de andere kant, en de gaatjes zitten dan precies in dat middenstuk. Ze zijn vrij groot en je voelt ze zo met je vingers zitten. Nou, dus dat uh, moet je zien te vermijden. En vervolgens ga je mooie plakjes snijden, hapklare plakjes, naar de zijkant toe. Ik begin hier aan de buikkant, de, of nee, aan de rugkant zo te zien: de rugkant. Die is het uh, droogste. Er is een groot verschil in smaak tussen de rug- en de buikkant. En probeer al die stukjes ongeveer even groot te maken. Dus je moet eigenlijk beginnen niet helemaal te snijden vanaf het midden, maar een beetje meer aan de zijkant. En dan snijd je plaats ook mooi langs het vel. Een beetje een flexibel mes, dat werkt het lekkerst hiervoor. Ook niet al te groot. En het liefst een beetje langer snijden. is het mooiste met een nog langer mes. Hierbij uh, heb je de buikkant. die is het vetste en het lekkerste. Dat heet toro in het uh, Japans. Vooral bij tonijn is de toro echt gewoon vier keer duurder dan de rugkant. Omdat de smaak vaak in het vet zit. Er zijn mooie plakjes van. Niet te dun. Je moet wel wat hebben om te eten. Houd de rug en de buikkant ook apart van elkaar. Want dan kan je het nou ook mooi eh, apart eh, proeven als je het serveert. Hier ja, zie hij mooi gedaan. Nou, ik snij de graad van weg, die gooi ik weg. De huid kan je nog eh, rustig bakken. Dat is ook lekker, een soort van chips. Maakt mooi op op een eh, bordje. Gebruik je bij de daikon. Leg die een beetje mooi neer. Je kan er wat limoen bij doen. Een shiso blaadje. Dat uh, is ook tijd mooi en ook heel lekker om erbij te hebben. En uh, limoen en citroen. En uh, je kan er ook andere sashimi's bijleggen. Maar houd vooral ook de buikkant en de rugkant apart, zodat je echt weet wat je eet. Heel belangrijk is de presentatie. In Japan dan eet je ook echt met je ogen, dus het moet eh, echt er mooi uitzien. En de citroen, de limoen is ook lekker, een beetje een frisse tintje erbij. Met het eten doe je eigenlijk met stokjes, dat doe je nooit met vorken. Het is absoluut heidengeschennis. Dus wat je hier ziet, mag je nooit doen. Dit is Jill of